spiegelreflex- of compactcamera, amateur of semi-professioneel, hoe meer pixels hoe beter. Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe fotocamera, wat is dan de beste keuze? Elke gebruiker heeft zo zijn eigen wensen, maar welke afwegingen moet je nou maken en wat zijn de nieuwste mogelijkheden? In 1959 verandert Olympus de wereld van fotografie door een heel simpel idee na te streven. Een camera die zo makkelijk in gebruik is als een pen. De pen-serie was jarenlang mateloos populair door haar gebruiksvriendelijkheid. En nu is er een nieuwe pen, de EPL1. Het is geen compact camera, maar ook geen spiegelreflex. Het zit er eigenlijk tussenin. Vind je een kleine compact camera te beperkt en een spiegelreflex te groot en te ingewikkeld? Maar wil je toch professionele foto's en niet alles vol automatisch fotograferen? Dan is dit een camera voor jou. Er zit geen spiegel in deze camera, maar hij biedt wel de mogelijkheid om lenzen te verwisselen. Daardoor is hij een stuk kleiner en handzamer dan een digitale spiegelreflexcamera. De pen heeft wel dezelfde beeldsensor als een digitale spiegelreflexcamera en levert daardoor dezelfde beeldkwaliteit. We hebben vandaag de dag bijna allemaal zo'n klein cameraatje op zak om even wat snapshots te maken. Maar eigenlijk heeft dat niet echt heel veel met fotograferen te maken. Wil je foto's wat extra aandacht geven, dan heb je toch een spiegelreflex of een digitale camera zoals deze nodig. Het is in elk geval leuker fotograferen, want je hebt tal van instellingen om de foto exact zo te maken zoals jij ze wilt hebben. Scherp de diepte instellen, zelf je belichting kiezen. Je kunt ook standaard scènes gebruiken, zoals portret, kaarslicht, landschap enzovoort. En voor de luie fotograaf kun je natuurlijk ook alles automatisch doen. Lekker makkelijk. Je kunt ook de creatieve art filters gebruiken. Daarmee kan zelfs een beginneling hele mooie foto's maken. Ik gebruik graag de pinhole instelling. Daarmee krijg je een zwarte rand om de foto en geeft een mooi effect. Je kunt ook bijvoorbeeld de korrelige film gebruiken. Met 12,3 megapixels, een ingebouwde beeldstabilisator, een HD-filmfunctie en veel instelmogelijkheden is het een complete en compacte camera. Hij heeft een ISO-bereik tot 6400. Dat betekent dat je ook in een donkere omgeving nog duidelijke foto's kunt maken zonder dat je een flits hoeft te gebruiken. Er is een scala aan accessoires verkrijgbaar, zoals een elektronische zoeker en vele lenzen. Bijvoorbeeld deze 150 mm telelens waarmee je objecten die ver weg staan dichterbij kunt halen. Uit verschillende tests blijkt dat deze camera op fotografiegebied indrukwekkend goed scoort. De internationale ISAVAX-jury heeft deze camera uitgeroepen tot de beste European Camera 2009-2010. Wil je meer weten over digitale fotografie? Alle informatie uit MediaZien vind je terug op onze website mediazien.nl.